Goedendag. Een mooi lenteachtig plaatje, mooie tulpenvelden en vanochtend hadden we ook nog wel met enkele opklaringen te maken. Maar in de loop van de ochtend en ook vanmiddag zullen we toch weer vaker de paraplu nodig hebben, want er trekken weer enkele buien over, kunnen soms echt wel stevige buien zijn. En de temperatuur komt zeker in vergelijking met het paasweekend een stuk lager uit, met maxima maar rond een graad of 12. Maar in de loop van de week dan lijkt de temperatuur toch wel flink omhoog te gaan naar misschien wel meer dan 20 graden. Maar daar kom ik zo even op terug. Eerst even de weerkaart voor vandaag. We hebben dus te maken met die buien die met name vanmiddag ons land aandoen. In de loop van de namiddag en avond wordt het tijdelijk wat droger. Maar in de avond en nacht trekt opnieuw vanuit het zuidwesten een frontaal systeem over met buien geregen. Woensdag overdag trekken dan ook weer enkele stevige buien over. Echt een komen en gaan dus van die regengebieden en buien. Donderdagochtend, dan trekt flink wat neerslag over. Kan echt wel een hele drukke ochtendspits gaan worden. Daarna wordt het weer droog. En dan zien we dat die stroming begint te kantelen naar het zuiden. Daarmee wordt uiteindelijk veel zachtere lucht aangevoerd. Dat gaat vrijdag al gebeuren, maar met name zaterdag. Dat lijkt dan echt wel de zachtste dag van de week te gaan worden. Vanmiddag hebben we in ieder geval te maken met een mix van wolken. Af en toe nog wat zon in het noorden van het land. En met name dus die buien die overtrekken bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind waait daarbij stevig door, is zuidwestelijk, is matig boven land tot mogelijk vrij krachtig aan zee. Vanavond is het eerst dus droog, maar in de loop van de avond, en met name in de nacht, trekt vanuit het zuidwesten weer een regengebied over. Tegen de ochtend trekt hij weer het land uit, en daarna volgen dus die buien. De minima komen uiteindelijk uit tussen 6 en 9 graden. De wind zwakt iets af, is zwak boven land uit zuidelijke richtingen en mogelijk nog matig aan zee. Woensdag overdag hebben we dus te maken met die stevige buien, zeker aan de kust kan er wel eens een klap onweer bij zitten. Als die bui is overgetrokken zijn er ook gewoon wel weer zonnige perioden. En de temperatuur komt iets hoger uit dan vandaag, zo tussen 12 en 14 graden. En de wind is overwegend matig uit zuidwestelijke richtingen. Daarna gaat die temperatuur dus omhoog. Eerst hebben we dus donderdag nog wel met erg wisselvallig weer te maken. Dan ook flink wat wind, matig boven land tot mogelijk krachtig aan zee. Temperatuur dan tussen 14 en 16 graden. Op vrijdag dan gaat de temperatuur al een aantal stapjes verder omhoog. De temperatuur zo tussen 17 en lokaal zelfs al 21 graden in het zuidoosten van het land. Overwegend droog weer met zonnige perioden en af en toe nog een buitje. De zaterdag dat belooft de warmste dag te worden van de week. We gaan dan naar 23 tot mogelijk zelfs 25 graden. Dat kan ook wel enkele dagrecords gaan opleveren. Echt hele hoge temperaturen voor het begin van april. Kijken we naar de zondag, dan houdt dat zachte weer ook echt nog wel even aan met temperaturen tussen 16 en 19 graden. Iets minder zacht, maar nog steeds echt wel boven de stand van wat we nu kunnen verwachten. Pak ik nog even de pluim erbij voor nog wat extra verduidelijking. Dan zien we inderdaad dat we de komende dagen iets onder het gemiddelde zitten van wat we normaal kunnen verwachten. Maar in het weekend die enorme stijging, dan zitten we wel meer dan 10 graden boven gemiddeld. Maar ook de dagen daarna, we zien toch die daling, maar we blijven echt wel. In, boven die 15 graden grens zitten, zeker in het zuidoosten van het land, zijn er echt wel mogelijkheden tot meerdere dagen achter elkaar die 20 graden. Vanaf zondag neemt dus wel die kans op een bui langzaamaan toe, maar met name die droge en zonnige perioden blijven waarschijnlijk wel overheersen. En dan wordt het dus echt wel lenteweer nadat de komende dagen echt wel een stuk wisselvalliger verlopen. Tot de volgende keer.